Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Gisteren is het me een beetje bijeengeschoten. Want ik was echt heel erg druk met van alles. En nog wat werkdingen. Maar ook thuis opruimen, schoonmaken. Ik ben super verkouden. Wordt nieuw. Volgens mij ben ik gewoon chronisch verkouden. Nou, anyway. Ik ga zo meteen werken. En ik gebruik nu sinds een tijdje dit. Dus SPF met een tint. Dus dan hoef ik niet zeg maar mijn SPF crème op en dan ook nog make-up. Volgens mij hebben ze deze verschillende kleuren. Ik weet even niet welke kleur dit is. Ik ga kijken zo. Maar het is echt de perfecte getinte bronzed look. En er zit dus gewoon SPF in, 30 zelfs. Want ook wanneer de zon niet schijnt, is er UV. Dus ook dan moet je gewoon SPF smeren. Very important. Kijk. Perfect. Dit is echt een uitvinding. Zo. Even kijken, ik ga zo even mijn handen wassen wel, maar dit is kleur light medium. En die is best wel donker, vind ik, dus echt een topper. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben op het werk. Om te gaan werken. Ik heb niet zoveel meer te vertellen. De ballen. Morning, het is vandaag donderdag. Mijn verkoudheid is echt alleen maar erger geworden. Ik heb ook echt, er is een dikke pukkel hier, net onder mijn kaak. Dat is echt niet sweet, joh. Ik heb net mailtjes beantwoord. Administratieve dingetjes gedaan. En ik ga naar de kapper zo meteen. Daar heb ik wel echt zin in, want het is echt ontzettend dood aan de onderkant. En ik blijf er continu haren eruit trekken. Dan is het echt een punt dat het gewoon te lang is. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb mijn haartjes in de olie gezet. En me klaargemaakt met een paar producten van Old J. Goose. Ik vind die blush heel mooi. Ik zie alleen nu wel op die verpakking dat er talk in zit. Dus dat is misschien een reden om het dan toch niet zo vaak te gebruiken. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Oké, ik ben klaar om te gaan. Ik wil alleen even deze balm laten zien. Die ik al wel heb laten zien volgens mij. Maar hij is zo fijn. Er zit hier hyaluronzuur in. Een kleine roze tint. Ik weet niet of je het ziet, maar heel mooi glowy. Zoals bijna iedere balm, maar slay. Ik ben terug van de kapper. Het is nog nat, want het was gewassen en toen had ze het geknipt en gefeund. En toen was het echt nog aan alle kanten vettig, omdat ik gewoon olie erin had van tevoren. Dus het gewoon even nog een keer extra gewassen moest worden. Dus ze moest het weer gewassen worden. Alleen, dus niet nog een keer extra gefeund. Dus goed, ik zit hier nu met nat haar. Ik ben benieuwd hoe het thuis van helemaal droog eruit ziet. Maar tegenwoordig betaal je dus gewoon €80 voor wassen, knippen en feunen lang haar. In ieder geval, dat betaalde ik altijd waar ik vroeger wel eens ging. En ik had juist deze salon uitgekozen, opdat deze wat goedkoper was. En dan moet dat weer twee keer gewassen worden, omdat het nog vettig was. En twee keer gefeund, nou ja, één keer gefeund dan. En dan alsnog ben ik veel meer kwijt dan ik dacht. Had ze zich dus vergist in dat ik lang haar had in plaats van kort haar. Terwijl ik gewoon aan de telefoon had gezegd dat ik lang haar had. Dan denk ik, ja, dat is niet mijn probleem. Dat is echt niet mijn probleem. Dat jij je daarin vergist en dat mijn prijs nu hoger is. Maar goed, het is weer gedaan. En ik denk dat ik binnenkort gewoon lekker zelf ga oefenen. Of leren hoe ik lang en laag is knip. Want zo moeilijk kan het echt niet zijn. Het is in 20 minuten ook geknipt, dus ik vind het belachelijk dat je daarvoor €50 moet betalen. Voor gewoon laagjes knippen. Dan was ik het ook maar liever zelf. En dan feun ik het ook maar liever zelf.
Ja, sorry. Misschien ben ik dan echt een Nederlander, maar dat vind ik zo zonde van mijn geld. Ga ik echt veel liever nog 3 keer lunchen bij de Mac. Nou, ik sta echt in een fundamental breakdown. Ik zweer het. Het is helemaal niet gelijk. En het zie je op een of andere manier ook altijd pas thuis. Wat is dit? Dit is totaal niet gelijk. Nou, ik kan echt huilen op dit moment. Morning, het is vandaag. Ja, welke dag is het? Zaterdag volgens mij. Nee, vrijdag. Omgekleed om zo te gaan sporten. En ik ga vanmiddag terug naar de kapper om het recht te laten knippen. Dit stopt hier en dit stopt daar. Ja, ik heb er gisteren genoeg om gehaald. Het is ook maar haar natuurlijk. Uiteindelijk groeit het echt weer aan en er zijn veel ergere dingen op deze wereld. Zoals heel veel lensje dat nu onder water ligt. Oh mijn god. Ik was er gewoon afgelopen zomer nog. En nu zijn er gewoon doden gevallen door dit weer. Ik vind het echt heel erg. Dus wat dat betreft klaag ik echt om een pepernoot. En verder vandaag, ik ga vanavond naar Breda met Massa, Isa en Rennie. Lekker weer met z'n viertjes, daar heb ik zin in. Nu eerst lekker sporten. Oké, ik sta puntweg te rijden. Ik ben net bij de kapper dus geweest. Ik zit even in zo'n klem. Maar het is in ieder geval wel gefixt. Het is nu meer in laagjes. En aan de onderkant ook gewoon gelijk. Dit is wel meer wat ik voor ogen had. Het is gewoon moeilijk, want je gaat altijd bij eenzelfde kapper. Nou, zij kon toevallig niet door omstandigheden. En het moest gewoon echt geknipt worden. Dus dan ga je een andere zoeken. Ja, dat ga ik gewoon niet meer doen. Maar ik ben blij dat het nu in ieder geval gelijk is en opgelost allemaal. En ik heb trouwens helemaal niet verteld, denk ik, dat mijn trui ook onder de verf zat. Want er zat verf in de stoel waar ik zat. En dat is die witte trui ook nog eens met roze verf. Echt verschrikkelijk. Dus daarom was ik ook zo sad. Maar die heb ik nu daar achtergelaten. En zij gaan proberen eruit te krijgen. Live, laugh, love. Wij zijn in Breda. Ik weet echt niet wat ik voor het laatst gefilmd heb. Volgens mij dat ik bij de kapper was. Nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Jawel. Nee. Ik heb wel gezegd dat we lekker met z'n vieren zijn. Rennie is van de partij. Isje is van de partij. En Mazarine. En wij zitten lekker te terrassen. We gaan zo bij voor alle Brabanders bij het keteltje lekker goedkoop mixdrank drinken. Dus dat is op jouw beeldspit in de haak. Oh, haar huid was. Wat? Zie je echt? Oh. Ilse haar beeldspit. Oh, inderdaad. Ik dacht wel dat het dat was. Dat is een bruine ring. Ja, wat dacht jij nou dan? Haar beeldspit. Maar wat dacht jij? Tatoeage. En dan haar huid. Ik dacht van die riem, Ja, ja, ja. En dan haar beeldspit, dat haar een boom of zo. Dat zou ook een hele rare plek zijn. Vroeger zit zo'n vleugels altijd bij je heen. Altijd dat ze waar zijn. Ja. Boven een bil, ja. Toen dat zo, dus ja, dat ze dan een keer doorsturen naar jou en Nina. Dat ik toen iets erop had. Dat ik dat toen doorstuurde met dit lijkt me wel cool. Nu iets even waar zou moeten nemen, wat zou je dan doen? Ja, ik zou dat niet doen. Jij zou dat niet doen, hè? Ik zou iets kleins doen. Een beetje hier zo. Zou je eerder dat waar zou moeten nemen? Wat vind je dan? Ja, een lettertje of zo. Gewoon van mezelf. Onze narcist. Gewoon Katarina. Gewoon een C, maar dat kan ook van Coco zijn. Mijn hondje. Of Sita, mijn hondje. Zou je eerder een tatoeage of een piercing nemen? Ja, dat geeft dan piercing. Ja, oké, okay, maar niet hier hoor. Je oor telt niet, vind ik. Tape piercing dan. We hebben ze al. Oh nee, wel. Nee hè. Maar we hebben iets samen gezet. Maar dat is... Dat mag niet, nee. Wacht, van jullie wel, dat heb ik toen nog geplopt.
Ja. Het was wel gekker dan nu, hè? Het was gek, hè? Die zijn ze eruit, hoor. Dat is een normaal moment. Daarom is ze ook niet meer op de vlog, hè? Ik krijg best vaak comments, hè? Ik heb altijd als ik mezelf... Did you miss me? Ik heb altijd als ik mezelf terug hoor op jouw vlog, dan heb ik al een echte mannenstijl. Ja, ik heb dat soms bijvoorbeeld met... Of als ik bijvoorbeeld vraag, wat waren de leukste momenten? Ja, met Isha en Nina. But she got boring, you know. Yes, I got boring. Ik denk dat mensen misschien wel denken dat wij ruzie hebben ofzo. Yes, hadden we ook heel lang. Yeah. Dus als jullie daar vragen over hebben, kunnen we nog wel een keer een mukbang opnemen. Dan kunnen we er wel op ingaan. Nee, ja, we hadden... Nu spreken we in ieder geval af in groepsverband. Anders vinden we het awkward. Nee, oprecht, mensen vragen dat wel eens. Of ja? Zeg in ieder geval, vlogs met Isha en Nina waren altijd zo leuk. Maar dat was ook echt. Maar als ik dat nu terugkijk, maar toen waren we ook echt wel een beetje, hoor. Ik vond die dingen op die video van jullie, toen was ik volgens mij nog niet eens bevriend met jou, of wel? Toen we gingen drinken. Toen jullie die dingen gingen opdrinken, jullie gingen drinken. Maar wij schaamden ons gewoon voor niks. Nooit. Nee. Als ik dat was wel raar. Op die tijd, dan snap ik gewoon niet waarom ik dat... Maar ik wil het er ook niet afhalen, want het was wel heel leuk. Ja, ik wil het er al. Dat gaat niet meer. Nee, ik ging die echt een tijd geleden toch even kijken. Die was zo grappig. Ik ging jou die boterham. Nee. Nee, maar die fase is ook wel voorbij. Zo zijn we ook niet meer. Dus dan maak je ook niet meer dat soort video's. Was je nog blond? Het was nog blond, het was nog gek. Oh ja, zo. Ik ben ook gek. Single. Je bent gewoon al bijna 2 jaar blond. Nee, bruin. Jezus, heel snel. Wat snel, hè? Het is wel leuk om mezelf op dit beeld weer te zien. Ja, lang geleden, hè? We kunnen wel een keer een mukbang opnemen. Ik weet niet of we wat we moeten hebben, maar we kunnen het wel doen. We kunnen wel met z'n vieren doen. Maar kan dat met z'n vieren? Weer met z'n vieren? Alleen een goed. Nee, ja, dit is de status op dit moment. Doei! Ons maar we werken mag wel iets anders zijn dan een mukbang, hoor. Een most likely. Nee, we hebben een most likely. Get ready with us, drunk edition. Zet de vraag hieronder in de comments, dan maken wij een leuke mukbang. Maar vroeger was dat ook nog, toen deden mensen nog heel veel mukbang vragen op Insta en type. Als ik dat nu doe, dan krijg ik massa. Massa stuurt dan vragen in, maar dan blijft het dan bij. Ja. Maar ik stuur wel de leukste vragen in. Ja. Geef een leuke anekdote van... Vroeger zetten wij gewoon stellingen op onze Insta-story. Dan was ik het niet met jou eens, wist je nog? Ja. En dan stuurde ik laatst nog naar jou. Ja. Wat deed je? Dan hadden wij een discussie of zo. Dan ging ik gewoon op mijn Insta-story zetten. Absoluut. Catharina vindt dit. Nee, ik vind dit. Wie heeft gelijk? Ja, nee, dit deden jullie niet echt. Dat deden we echt. Maar zet jij dat ook op je vlog? Ja, Isha postte dat. Maar wat is voor jou? Nee. Wat ik vind het laatst ook naar jou. Wat zette jij er dan op? Jij kan het nog vinden. Je bent zo veranderd. Je bent zo anders. Wij hadden een discussie. Jij vond dat een vrouw ook een man kon nemen. Ja. En ik vond van oh, ja. En Isha vond dat een man... Dat de man de eerste stap zette jij dat dan op je verhaal? Ja. En wat vond jij, Isha? Ik vind dat een vrouw een man niet moet DM'en. Nee, dat vind ik maar ook dat niet. Moet niet. Ik behoud van beide niet. En ik vind dat vrouwen ook gewoon een eerste stap kunnen zetten. Nee, maar niet op DM. Maar het merendeel had op mij gestemd. Echt? Ja. Ja, omdat de rest überhaupt niet vindt dat een vrouw mogen reageren. Oh, maar... Zo waren we. Heb jij nog een comment? Alleen, stand zijn. Pof. Ik hoop eigenlijk dat ik later 6:30 thuis ben, want dat is mijn mama weg. Wij zitten in de taxi. Massa is haar make-up eraf aan het halen. Tip voor alle... Nee. Ja, voor alle. Voor alle. Neem altijd zo'n kleine... Inni, mini, pini, sini, kini, pini. Een diribiri mee. In de taxi onderweg naar huis. Hoe het heet in het Lang verhaal kort. Het was echt heel erg leuk in Breda. Ik lag pas om 6:30 in mijn bed. Dus zaterdag
fucking laat wakker. Overdag nog wat werkdingetjes gedaan, geëdit, bla bla bla. Dus sorry dat ik niet meer heb gefilmd. Maar het is vandaag zondag. Ik ga even naar de supermarkt lekker brunch halen. Want het is inmiddels al 11:30. En ik moet nog een samenwerking opnemen vandaag. De vlog nog editen. Dus wederom werkdingetjes. En het weer is dit. Dus ik vind het ook helemaal prima dat het lekker binnen is allemaal vandaag. Het is zondagavond. Ik ga de vlogs voor lekker editen. Ik ben trouwens een nieuwe serie gestart. Hij heet puntje puntje Honeymoon Island. Staat op Videoland. Een soort Married at First Sight. Is echt heel leuk. Dus als je Videoland hebt, ga het kijken. Echt even lekker een tijdverdrijventje. Ja, thanks for watching. Ik ga hem editen en ik gooi hem online. En heel graag tot volgende week.